Het is duidelijk dat Frans Timmermans een zware tijd tegemoet gaat als hij daadwerkelijk wordt benoemd tot lijsttrekker van de combinatiepartij GroenLinks en PvdA. Nu al wordt hij voortdurend aangevallen in de media, onder andere door Jeroen Pauw, Fidan Ekies en Johan Derkse. Met name de aanval van Jeroen in de talkshow, Renze, was snoeihard. Nu blijkt dat Frans zelf ook op de stoel van Jeroen had kunnen zitten, maar de politicus legde de uitnodiging van Renze Klamers redactie naast zich neer, meldt de bad-expert Lars Duursma in de podcast De Communicadoos. Hoe zit het? Lars vertelt: Ik vroeg mezelf wel af van waarom zat hij er zelf niet? Dus ik heb even gevraagd bij de redactie van Renze van: maar hebben jullie Frans Timmermans dan niet uitgenodigd? Het antwoord was: ja, we hebben hem wel uitgenodigd, maar tot 22 augustus wil hij niet aanschuiven. Waarom pas na 22 augustus? Want waarschijnlijk is hij dan pas officieel benoemd tot lijsttrekker en pas dan wil hij ook in talkshows verschijnen. Snap ik op zich wel, maar daarmee gaf hij Renze wel een gelegenheid om nu in ieder geval Jeroen Pauw uit te nodigen die hem toch wel te kakken zette in de talkshow. Een valse start voor Timmermans, maar zo erg is het ook weer niet, zegt co-host Victor Vlam. Je moet het ook een beetje relativeren, al dus de media-kenner. Timmermans is niet gelijk een verloren zaak, al dus Victor. De campagne-lancering is fase 1 van de campagne, maar echt ook nog maar slechts fase 1. Hij vervolgt: Het is ook zo dat je in Nederland met 30 zetels soms premier kunt worden, dus dat betekent dat heel veel mensen in Nederland hem verschrikkelijk mogen vinden, maar het is nog steeds voor hem heel goed mogelijk om premier te worden. Sterker nog, ik denk dat hij echt de grootste kanshebber is op het torentje.